Ja, jij ging wel over je nek toen. Dat was wel hard. 4 spelers worden overgeleverd aan 6 knettergekke straffen. Wie maakt het minste geluid en ontloopt daarmee de eindstraf in de stilste show? Ik heb de terrortafel vandaag neergezet in dit examenlokaal. Hier nemen Giel, Thomas en Stefan het in stilte op tegen een nieuwe bekende uitdager. En de verliezer zal de ultieme eindstraf moeten ondergaan. Dit keer durft Milan Knol het aan. Hij wordt vaak in één adem genoemd met zijn broer. Maar deze YouTuber was er al vanaf het allereerste uur bij. Op zijn eigen kanaal gamet hij erop los en reageert hij samen met anderen op leuke en minder leuke video's. Samen met JJ en Don Game Meneer heeft hij vorig seizoen met veel bombarie de kluis weten te kraken. Maar in de stilste show kan hij maar beter proberen het iets rustiger aan te doen. Oh jee. Daar is hij, jongen. Dit wordt lach hoor, met onze Pipo de Clown. Leuk dat je er bent, man. Ja, dankjewel. Moet nog blijken natuurlijk. Kun je een beetje stil zijn? Ik kan wel goed stil zijn. Is dat het enige wat we hoeven te doen? En je lach inhouden, gaat dat ook goed? Nee, lach inhouden gaat voor geen weten. Nee. Okay. Ik heb altijd een slappe lach. Oké, nice. Nou, dan zit je op zich goed. Ik vind je haar echt fucking goed, man. Thanks, bro. Goed, heren. Welkom in de stilste show. Dit keer is het decor van jullie uitdaging deze examenruimte. De plek waar studenten doorgaans in absolute stilte de beproeving van hun leven doorstaan. En dat staat jullie ook te wachten. Wanneer ik namelijk de strafbel laat klinken, worden de decibelmeters die om jullie nek hangen geactiveerd. En wordt ieder geluid geregistreerd. Degene die na 6 knotsgekke straffen die ik voor jullie in petto heb het minst stil is gebleven, moet de ultieme eindstraf ondergaan. En wat is de eindstraf vandaag? Voor de verliezer heb ik een hels parcours opgebouwd, waar je op hoge snelheid doorheen zal worden getrokken. Lekker trekken dus. Ja, daar ben jij heel goed in. En we kunnen nu wel zeggen, oh, dat is prima te doen, maar dit is gewoon, het zal wel weer kloten zijn. Zeker, ik maar gelukkig wel, Milan mee. Ja. Dus gewoon... Weet je, in dit geval, gasten gaan natuurlijk altijd voor. Oh, ja, dus ik moet de straf beginnen. Ja, vind ik wel. Dat gaat niet goed. Goed, alles duidelijk? Succes met de komende schoolexamens. Ronde 1, lekker bammetje. Nou, lekker bammetje. Lekker sowieso maar weg. Wat is een bammetje? Een bammetje is een broodtram. Niet je school afgemaakt? Nee, ook niet. Dan wel een grap maken, maar het is echt zo. Oh. Dat is okay. Ja. Dit is een rekenmachine. Oh. Je moeder is op deze belangrijke examendag helaas vergeten je boterhammetje te smeren. Nou, dan moet je het zelf maar doen. Die moeder van Toe ook altijd. Ja. Ik heb nooit examen. Jouw moeder die vergeet altijd alles, hè? Ja, ze vergeet mij vooral. Hebben jullie allemaal examen gedaan? Heb jij geen examen gedaan? Ik heb nooit examen gedaan. Dat verklaart eindelijk je roze haar. Ja, dit is mijn IQ. De terrortrein bepaalt ook nu wie er aan de beurt is. Kies een mooie rekenmachine en draai deze op mijn teken om. Niet spieken. Als iemand die blauw pakt, stompetje. Ik ben een groentje, toch? Dat ben je zeker. Nog niet. Haal nou naar beneden. Er zit er iets onder. Milan heeft de verkeerde rekenmachine te pakken en moet nu dus dienst doen als levende boterham. De pindakaas ontbreekt nog, maar die mogen de andere spelers met een katapult tussen de sneetjes brood mikken. Dit was zo grappig. Wat zeg je dan, jongens? Helaas. Over de bok. Over de bok. Wat is een bok? Een bok is zo'n... Grapje, grapje. Van de volgende speler verwacht ik een prachtige afsprong. Oh, shit. Nou, dat klinkt... Dat klinkt fantastisch. Nooit fijn. Oh, maar daar ben ik goed in, want ik heb vroeger een Sport Plus opleiding gedaan. Dan kreeg je extra uren. Maar die heb je niet afgemaakt? Nee, weet ik, maar dat maakt niet uit. Ik heb het gemaakt. Ja,
Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, 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 dat is zeker waar. Ja. Ja. Ik heb 2 dobbelstenen voor jullie. Degene die het laagst gooit, die is de lul. Giel heeft met 5 ogen het laagste getal gedobbeld en moet zich daarom wagen aan deze bokkensprong. Er staat hem echter een zeer onprettige landing te wachten. Dit deed wel zeer. Ja. Dat was muizenval in je voet. Ja. Ik denk, het valt wel mee. Je ging er echt vol voor gewoon. Ja, ik ging er vol voor. Je bleef ook zo staan van zo. Ah, ja, fuck. Toen pas realiseerde ik me, waar sta ik op? Ja, ja. En toen zag ik, was een muizenval. Fuck, ik sta midden op een muizenval. Dus als ik hem nu wegtrek, dan plop. Nou, maar chill, dit man. Is, kijk dan. Dit is helemaal blauw. Die gaat helemaal blauw is het. Dat geeft niet mee, dat spul. Nee. Woe! Het viel wel een beetje tegen, of niet? Ik heb deze opdracht volledig onderschat, moet ik zeggen. Ook echt fijn. Ik lig vanavond met blauwe plekken onder mijn voeten. Ja. Weet je, als ik dit voor de leraar had moeten doen tijdens het schoolexamen, had ik een 10 gekregen. Zeker weten, voor ons heb ik 100%. Ja, maar over iets anders gesproken, ik zie hier 4 shotjes voor mijn neus staan. Sterke kaken. Zolang mijn tanden er niet uitgetrokken worden, vind ik alles goed. Daarom. Heb jij sterke kaken? Weet ik niet, wat zijn sterke... Ik heb wel een kaaklijn. Ja, je hebt een hele sterke kaaklijn. Sterke kaaklijn. Nou, wat gaan we doen? De volgende straf is voor 2 spelers tegelijkertijd. Zij moeten hun kaakspieren gaan trainen. En willen jullie het niet onder de tafel plakken, AUB? Niet onder de tafel plakken. Ja, dat doe je niet onder de tafel. Kauwgom. Altijd alles onder de tafel. Oh, dat is zo. Oké. Ik heb 4 shotjes koffie klaargezet. En daarvan heb ik aan 2 iets pittigs toegevoegd. Oh. Zou ik wel pakken? Nee, nog niet pakken. Giel heeft een keuze gemaakt. Ik pak mee. Giel houdt kennelijk niet van koffie. Maar Thomas en Stefan hebben overduidelijk de lading Tabasco ontvangen. Zij moeten om en om zoveel mogelijk kauwgomballen in hun mond zien te proppen. Wie heeft de sterkste kaken? Oh shit! Ja, ik had eentje meer dan jij. Fuck! Het is bijna pauze. De volgende speler moet zich opofferen voor een potje tafeltennis. Hij offert zich op voor een potje tafeltennis. Ik denk dat diegene dan de target wordt. Of dat diegene dan de bal is. Dat is ook wel. Dat zou ook kunnen. met die badge tegen je hoofd of zo. Ja. Degene die de afgelopen rondes het minst stil is geweest en er dus het slechtste voor staat, krijgt van mij een klein voordeeltje.
Hij mag aanwijzen wie er deze straf de lul is. Kies verstandig, want anders word je straks door het helse parcours heen getrokken. Wie heeft het meest lawaai gemaakt? Wie is het minst stil geweest? Ik denk één van jullie twee, want ja, hij heeft ook die sprong nog gemaakt. Jij ging wel over je nek toen. Dat is wel hard. De speler die de afgelopen drie ronden het minst stil is geweest, is Stefan. Ik? Oh, chill. Ik toch wat gekocht, vind ik echt heel fijn. Oh, dat is niet zo best. Thomas is gekozen en moet nu zijn hoofd door deze tafeltennistafel steken. De rest mag enkele emmers vol pingpongballen op het hoofd van de verliezer afvuren. Game, set en match. Dit is top, jongens. Yeah. Ik dacht, die dingen komen niet. Die voel je. Kijk, plek op zijn hoofd. Ja, echt een paar bulten gewoon. Ja. Dus, jij bleef bij mij of zo, ja. Ik voelde me op een gegeven moment echt schuldig, man. Dat kon ik niet meer. Oh. Ik was zo hard op je voorhoofd. Ja, dat gevoel echt, dat kent Stefan niet, zeg maar. Ik ken nog steeds koppijn van die balletjes. Nice. Top. Heb ik geluid gemaakt? Ja. Oh, nee. Ja, letterlijk. Ronde 5. Terrelblad. We hebben hem al zien staan natuurlijk. Als het zo is dat dat de opdracht is, dan is dat de kutste opdracht die er maar tussen zit. Er zitten de brandnetels in. Stefan heeft goed opgelet tijdens de biologielessen. Het terrorbad bevat vandaag inderdaad de nachtmerrie van alle schoolgaande brugpiepers. Brandnetels. Oh, nee. Besef even zo meteen een van ons in dat bad gaan liggen, terwijl het is brandnetels. Ja, dat is fucked up. De laatste keer dat ik in brandnetels sprong, was toen ik 14 was. Toen maakte ik van die Jackass filmpjes. Ja, nice. En toen deed ik het voor een video en toen kwam ik helemaal met rood en bult uit. Ja. En... Oké, vertel maar. Ik heb 4 prachtige broodtrommels klaargezet. Kies verstandig. Ik ga voor die frozen natuurlijk. Nee, hoe kies jij nu al? Ja, tuurlijk. Wow, de trein was nog echt... Ja, maar ja, het brandnetels, vriend. Pak er eentje. Ja, dan moet ik... Stefan moet het terrorbad gevuld met brandnetels trotseren. Zijn straf is voorbij als hij minimaal 10 seconden tot zijn schouders in het bad is geweest. Haal de shit eraf. Fuck. Wow, wat een baas. Oh, het lijkt me zo pijnlijk dit. Oh mijn god. Het leek wel of dit heel relaxed ging in het begin. Het is niet normaal, het prikt overal. Mijn benen. Deze is helemaal fucked up.
Mijn rug, mijn onderrug is helemaal fucked up. Ja, die ziet er aardig rood uit, ja. Ja, die ziet er rood uit. Oh. Jij gaat ook, maar jij gaat ook nog drukken, joh. Oh. Ja, want hij zei dat, hij zat gewoon relaxed. Dus jongens, ik moet weg. Ik kan hier niet. Ik moet echt even naar de kleedkamer, want ik trek het niet. Holy fucking shit. Ik sta helemaal in de fik. Ja, maar hij zat nog een soort van relaxed. Dus ik dacht, nou, dan gaan we het soort van in... Zo van relaxed. Dit is niet relaxed, ouwe. Nee, maar hij zat niet te hyperventileren. Nee, nee, hij schreeuwde het ook niet uit. Nee, dat mag niet. Ja, dat even een heel groot applaus, want nu mag het voor Steef en Jurriëns. Steef, deze heb je echt fantastisch gedaan. Wat eerlijk voel eerlijk. Wat voel je? Mijn hele lichaam brandt, ouwe. Mijn bovenbenen en mijn onderrug zijn echt fucked up. Je hebt niks echt aan je hoofd. Fucked up. Nee, mijn hoofd niet. Gelukkig, thank God, mijn jeetje. Hoofd niet. Dit dat was ronde 5 en nu moet ronde 6 nog komen. Ronde 6. Omdraaien staat er. Omdraaien. Wat is de bedoeling, alsjeblieft? De volgende speler wordt onderdeel van het meest vernederende spelletje op het schoolplein. Wat is het meest vernederende spelletje? Lummeltje. Lummeltje is vernederend. Kontjeknal. 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 Dat heb je dat ook vaak. Dat is nooit leuk. Voor nee, dat is nooit leuk. Ik heb de terrortrein omgetoverd tot een groot rad. De speler die de vorige ronde de Sjaak was, krijgt een blinddoek om en een koptelefoon op. Wanneer de speler het stopteken geeft, bepaalt het rad wie er aan de beurt is. No. Vooral niet bij jezelf stoppen. Dat is kut. Ja, als je dit toch niet begon. Succes, Steven! Yo! Maar wat gaan we nu doen dan? Wat is nu? Ik hoor helemaal niks. We gaan nu gewoon alle drie eruit naaien. Tering maar! Shit, het was te proberen, man! Het was te proberen! Stop. Zo. Milan is de lul. Hij moet gaan klaarstaan om een flinke sessie kontjeknal te incasseren. Met verschillende soorten ballen. Jeetje, wat zijn wij slecht. Wat zijn wij slecht, zeg. Jeetje. Gaat het goed? Ik voelde één kleine bal echt recht op mijn anus. Ik weet niet welke dat was. Ik denk dat het deze was. Ja, denk het wel. Maar jullie waren vroeger geen goede pestkoppen. Nee, ik wel. Ja. Zo jammer dat je wel beter nu niet uitstaat. Je bent er goed vanaf gekomen. Ik ben er wel redelijk goed vanaf gekomen. Ja, alleen je rug is een beetje fucked. Er zit wel goede tennisbal op. Maar dat had niet per se iets met kontjeknal te maken. Helemaal niks. Nee. Zelfs na de nee, ja, sorry. Hey, maar we hebben 6 rondes gehad, jongens. Ik denk dat het spannend gaat worden wie de eindstraf moet doen. Ja. Tussen wie denken jullie dat gaat? Ja, ik heb wel echt uitgemaakt toen dat...
drankje moest doen. Ja, jij hebt net natuurlijk heel hard geschreeuwd. Het gaat sowieso. Toen die trein stopte. Ik denk dat het tussen mij. Je hebt ook dat gekokhals gedaan met die kauwgomballetjes natuurlijk. Ja, maar. Ja. Ja. Maar ik denk toch dat het tussen ons zou kunnen gaan. Ik denk dat het tussen ons gaat. Ik zet mijn geld in op Steve. Ik zet ook mijn geld in op Steve. Ik zet mijn geld in op Milan. Ja, dan zet ik hem ook op jou. Ja, okay. Let's fucking go. Vertel het maar. Nou, voor dit examen zijn jullie overduidelijk gezakt. Jullie hebben allemaal een onvoldoende. Maar er is er één met het allerlaagste cijfer. Wie is er de afgelopen 6 ronden het minst stil geweest en zal tijdens de ultieme eindstraf door het hele parcours worden getrokken? Giel, jij bent safe. Yes. Oh, dit is lekker, man. Thomas, ook jij bent niet het minst stil geweest. Dat kan niet. Dat is dan wel tussen ons twee. Ja, succes, man. Oké, man. What the fuck? Dat kan niet. Stefan. Milan. Degene die vandaag het minst stil was en daarmee dus deze stilste show heeft verloren en dus de ultieme eindstraf zal moeten ondergaan. Milan, jij bent de rest van de show stil genoeg geweest. Stefan mag zich gaan opmaken voor de eindstraf. Oh, sorry bro. Sorry. Fire. Hij noemde jou naam, wat dacht jij? Shit. Fuck, ja, ik dacht ik ben een lul. Maar. Ja, dat dacht ik ook. Je hebt echt pech vandaag, jongen. Wow, je eerst pech, dat bad en nu ook de eindstraf. Zeep. Diverse helse obstakels. Een touw. Een motor. En Stefan. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik hier best wel veel zin in heb. Los van het feit dat ik echt gewoon super veel zeepsop in mijn gehemelte ga krijgen, in mijn bek ga krijgen, heb ik hier wel echt veel zin in. Op papier was dit een heel goed idee. We gaan nu kijken of het in de praktijk ook een goed idee is. 3, 2, 1, 0! Dat was echt fucking vet, ouwe! Oh, dat was wel ziek! Holy shit, ouwe! Dit is echt lachen, hè? Woehoe! Au! Dit was bizar. Ik heb zoveel saves op in mijn bek, dat is niet normaal. Mag ik eigenlijk naar huis? Nee, je moet nog alles opruimen. Ja, fuck dat, weg. Ja. Stefan is gezakt voor deze examens en heeft dus deze stilste show verloren. Maar voor de komende aflevering heb ik weer 6 nieuwe gekke straffen voorbereid. Zal hij dan wel een voldoende scoren?